Welkom bij een nieuwe video van Edeshop, met vandaag de verschillen tussen vier van onze desoldeerstations. Ik heb vandaag vier stations meegenomen. Een station van ZD, JBC, Hakko en Kwik. En wil met deze video uitleg geven over wat de verschillen precies tussen deze desoldeerstations zijn. En waar je op moet letten bij de aanschaf van deze stations. Ik zal eerst op een rijtje zetten wat qua specificaties en dergelijke de verschillen tussen deze stations zijn. En laat verderop in de video zien hoe dit zich in de praktijk uit met een aantal praktijktests. Het eerste station waar ik de specificaties van wil uitleggen en hoe het station werkt en dergelijke is de ZD8915. De ZD8915 is een station van 120 euro en tevens ook het goedkoopste station wat ik vandaag heb meegenomen. Het heeft een toer van 90 watt en de toer is eigenlijk gemaakt van plastic en voelt niet super robuust aan. De punt kan gemakkelijk verwisseld worden door deze ring los te draaien. Dan dit eraf te halen en dan komt de punt aan deze kant uit. Dit kan alleen niet warm gedaan worden omdat er geen tool is meegeleverd waardoor die dit mogelijk maakt. De filter kan gemakkelijk losgehaald worden door deze button. Dan kan die eruit gehaald worden om te vernieuwen of schoon te maken. Een nieuwe of schoongemaakte teruggezet worden. Dichtklikken en je kan weer verder met desolderen. Het station heeft eigenlijk een heel gemakkelijke interface. Het heeft drie knoppen. Eén voor de temperatuur omhoog, eentje omlaag en één om de graden Celsius in Fahrenheit en andersom te veranderen. Het tweede station wat ik mee heb genomen is de Kwik 201B. De Kwik 201B is een station van 380 euro en met 90 watt op de punt. Net zoals bij de ZD8915 is de desoldeertool eigenlijk volledig van plastic. Maar deze voelt wel al een stuk robuuster aan en ligt een stuk lekkerder in de hand. De punt kan eigenlijk op dezelfde manier verwisseld worden door eerst deze ring los te draaien. Dan de voorkant mee te nemen en dan de punt eraf te halen om hem te verwisselen of schoon te maken. Dit is in principe mogelijk als die ook warm is, want er is een rubberen lapje meegeleverd met dit station die het makkelijk maakt om deze los te draaien wanneer die nog warm is. De filter gaat eigenlijk op dezelfde manier los. Je kan hier achter met het knopje hem openmaken, dan de filter eruit halen om te verschonen of te vernieuwen. Druk hem terug, deze dicht en je kan weer verder met desolderen. De interface van het station is eigenlijk heel makkelijk. Hij heeft alleen maar dit LCD-schermpje waar de temperatuur aangegeven wordt. En je kan met de knoppen voorop de temperatuur instellen. Daarnaast heeft hij een automatische slaapfunctie die de temperatuur van de desoldeertool lager zet. Zodat de nozzel van de desoldeertool beter beschermd is tegen langdurige hoge temperaturen. Van Hakko heb ik meegenomen de FR410. De Hakko FR410 is een station van 1065 euro. Het station heeft een vermogen van 140 watt en heeft een speciaal ventielsysteem. Een normaal desoldeerstation heeft alleen een vacuümdruksysteem, waardoor hier de vacuümdruk opbouwt en wanneer het knopje op het desoldeerpistool wordt ingedrukt, een kleine opbouw van vacuümdruk is. Bij dit station is er bij het indrukken van de knop een delay van 0,2 seconden en door het ventielsysteem is er na deze 0,2 seconden gelijk een volledige zuigkracht, waardoor het tin gemakkelijk opgezogen kan worden. De tin wordt opgezogen vanaf de nozzel naar de filter en het hele deel van tussen de nozzel en de filter is verwarmd, waardoor er nagenoeg geen verstoppingen optreden. De filter kan gemakkelijk verwisseld worden. Er zit hier achterop een knop, die kan ingedrukt worden. Dan kan de filter eruit genomen worden, schoongemaakt worden of vernieuwd worden. Die kan er terug in hop, en je kan weer gelijk verder met desolderen. De nozzel, om die te wisselen is er een speciale nozzle changer meegeleverd.
Die kan gebruikt worden om los te draaien, ook wanneer hij warm is. Wanneer die los is, kan die gemakkelijk erin. En met deze knopjes kan je hem dicht houden, zodat alleen de nozzel eruit komt. En je dus deze of schoon kan maken, of kan vernieuwen. Dan kan je hem er weer terug in doen, erop draaien. En kan je ook weer gelijk verder met desolderen. Het station is eenvoudig in het gebruik. Het heeft een klein LCD-schermpje waar de temperatuur en dergelijke op weergegeven worden. De temperatuur kan ingesteld worden met deze drie knoppen. Er zijn ook een aantal presets die ingesteld kunnen worden. En er is een automatische slaapfunctie die hem na een aantal minuten, deze is instelbaar voor de gebruiker, de desoldeerpistool uitschakelt. Zodat hij niet altijd op volledige temperatuur verwarmd staat. Dit is beter voor de levensduur van de nozzel. En als laatste het JBC-DDSE desoldeerstation. Het JBC-DDSE-station is eigenlijk een duo-station. Daar bedoel ik mee dat het de mogelijkheid heeft tot het aansluiten van twee tools. Het wordt geleverd met een desoldeertool en een soldeerbout. In deze video zal ik alleen maar uitleg geven over de desoldeertool. De desoldeertool is een tool van 150 watt en heeft een andere vorm dan de tools die we hiervoor gezien hebben. Het is meer een soort van penvorm. De punt wordt het best gewisseld wanneer die warm is, zodat er geen soldeersel achter is gebleven wat dan hard wordt in de punt. En hij kan warm verwisseld worden met deze tool waarmee die losgedraaid kan worden, eruit gehaald kan worden en eventueel een nieuwe punt of schoongemaakt kan worden. Er weer ingedraaid en je kan weer verder met deze solderen. De filter zit hier. Die kan verwisseld worden door hierachter het los te draaien en hem er dan uit te halen. Zo kan je gemakkelijk de filter vernieuwen of schoonmaken en dan weer terug erin doen. Het station van JBC is eigenlijk het station met de meeste opties. Zo heeft hij bijvoorbeeld een automatische slaapstand wanneer de tool terug in de stand gezet wordt. Daarmee gaat hij dan naar een lagere temperatuur. Dit is beter voor de punt. Ook in het menu heeft hij veel meer opties. Hij heeft bijvoorbeeld een grafische feedback weergave waarmee je de temperatuur in de gaten kan houden. Informatie over de aangesloten tools. En ook meerdere instellingen waarmee je shortcuts voor bepaalde temperaturen in kan stellen. Om het nog extra duidelijk te maken heb ik nog even kort alle belangrijke specificatieverschillen in een tabel gezet. Die zie je hier. En in deze tabel kan je even in een één oogopslag zien wat nou de belangrijkste verschillen tussen deze stations zijn. De theoretische verschillen tussen deze stations zijn duidelijk, maar zeggen niet alles. Het is ook belangrijk hoe een station in de praktijk zich gedraagt. Om dit te laten zien heb ik met elk station twee praktijktests gedaan. De eerste test is de opwarmtest, dus hoe lang het duurt totdat het station opgewarmd is. En de tweede is een echte praktijk through-hole desoldeertest, waarbij ik gekeken heb hoe makkelijk en hoe goed het desolderen gaat met elk van deze desoldeerstations. Bij de eerste test, de opwarmtijdtest, heb ik met een thermokoppel alle desoldeertools gemeten en gekeken hoe lang het duurt totdat deze stations opgewarmd zijn. Deze resultaten heb ik in een tabel of in een grafiek gezet. En deze grafiek zie je hier. In deze grafiek is duidelijk te zien dat er zeker een verschil in opwarmtijd zit tussen deze stations. Dit is niet altijd belangrijk. Voor sommige mensen maakt het helemaal niks uit. Wanneer je hobbymatig bezig bent met desolderen, zal het ook niet echt uitmaken of je een paar minuten moet wachten totdat het station opgewarmd is. Maar wanneer je professioneel gebruik maakt van deze stations, wil je eigenlijk geen tijd verspillen met met wachten totdat het opgewarmd is. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen letten op een station of een station kunnen aanschaffen wat een zeer korte opwarmtijd heeft. Waardoor je hem eigenlijk gelijk na het wegzetten van de tool ook bijna weer gelijk kan gebruiken. De tweede test die ik heb gedaan met deze stations is de through-hole desoldeertest.
Bij deze test heb ik een aantal connecties van componenten op een PCB gedesoldeerd en gekeken hoe makkelijk het is om met deze desoldeerstations deze connectie te desolderen en of echt alle tin weggezogen wordt. De setup van deze test is gefilmd met een microscoopcamera, waardoor makkelijk te zien is in goed detail of alles goed werkt, of alle tin weggezogen wordt, hoe snel de tin opwarmt en dergelijke. De resultaten van deze test zie je hier. Wat je eigenlijk vrij snel ziet op deze video's is dat de ZD8915 best wel veel moeite heeft met het volledig wegzuigen van alle tin. De bovenste laag heeft hij vrij snel weg, alleen de tin die echt through hole in de kleine ruimtes zit, krijgt hij net niet helemaal weg. De kwik heeft al minder moeite, maar nog steeds een aantal connecties waar die niet volledig alle tin wegzuigt. De JBC is bijna perfect, maar ook nog steeds connecties die niet volledig schoongezogen worden. En de Hakko is de beste van de vier qua performance. Deze heeft geen moeite met het wegzuigen van alle tin. En alle connecties zijn dan ook met deze Hakko het beste schoongemaakt. Oké, dus de verschillen in theorie zijn in het begin van deze video duidelijk gemaakt tussen deze stations. Er zijn nog een aantal praktijkverschillen aan het licht gekomen. En het is duidelijk te zien dat er best wel een verschil zit, niet alleen in prijs, maar ook in performance tussen deze desoldeerstations. Het ZD8915 station is een prima station voor hobbymatig gebruik. Wanneer je het station meer zal moeten gebruiken, zal je toch meer moeten denken, zeker bij professioneel gebruik, aan de JBC of een Hakko. De Kwik is ook een prima station, alleen die hangt een beetje tussen professioneel en hobbymatig gebruik in. Dus wanneer je een hobbymatig wil gebruiken, maar net toch wat meer performance wil, dan zou de Kwik een prima station zijn. Ik hoop dat de verschillen tussen deze stations duidelijk zijn met deze video. En dat, dat er een aantal vragen beantwoord zijn en dat het makkelijker is om een desoldeerstation aan te schaffen.